Creatief Centrum zijn we weer vandaag met, voor degenen die het nog niet gezien hadden, de Milwaukee Packout. En specifiek deze producten. De Milwaukee Packout, natuurlijk super bekend, opbergsystemen, helemaal modulair. We hebben hier de mounting plates, dat zijn onze meest populaire producten. Ja, wat kun je er eigenlijk mee doen? Gaan we even checken in deze video. De Packout mounting plate, zoals dat heet. Die heb je in drie formaten. Large, medium en small. Wat is het? Nou, zoals je hier achter mij ziet, ik heb hier eventjes een lichtelijk wankel wandje gemaakt van een OSB-plaat. Deze kun je daar tegen aanschroeven en daarmee kun je eigenlijk ieder willekeurig object omtoveren tot een soort van drager voor het Milwaukee Packout systeem. Voor de mensen die het Milwaukee Packout systeem niet kennen, en het is er geen één, want het bestaat al even en het is super populair. Maar goed, you never know. Dit is eigenlijk een compleet modulair opbergsysteem. Het werkt eigenlijk met dit soort vakjes, daar kun je dingen inschuiven. Nou, er zijn ondertussen misschien wel honderden producten in het Packout systeem uitgekomen. En dat varieert echt van houders voor je thermosbeker tot complete kistsystemen om je bus of werkplaats mee uit te rusten. Dus dat is hartstikke handig. Waarom heb je dat nodig? Omdat je een enorme rommelboer bent en dat je je spullen beter moet opruimen. Dat is handig. Dan ben je sneller klaar, ben je georganiseerder aan het werk. Ben je efficiënter bezig, hoef je niet continu te zoeken naar een Torx bitje 20 of een bepaalde tang. Heb je het gewoon allemaal lekker bij de hand, kun je het snel pakken. Nou ja, goed, zoals ik al zei, honderden producten ondertussen. Dat is een beetje veel voor een videootje, dus ik dacht laat ik één zeer populair product uitlichten. Dat zijn deze jongens dus geworden, de mounting plates. Nou ja, drie formaten. Ik heb ze hier alle drie aan de wand geschroefd. Zoals je ziet, ja, ik weet niet of je het zo heel goed kan zien op camera, kan ik die andere wel even bijpakken. Ze passen allemaal in elkaar. Ik ga hem even omdraaien. Er zitten mooie uitsparingen, dus die kun je perfect op elkaar, maar ook naast elkaar. Kun je ze monteren, dat is handig. Kun je alles netjes op hetzelfde rijtje zitten. Dus dat is mooi. Er is één uitzondering en dat is deze jongen, de medium. Die past er eigenlijk niet echt mooi in, dus die is gewoon op zichzelf. Geen idee waarom, maar hij is ook net iets anders. Je kunt deze dingen op twee verschillende manieren monteren. En je kunt ze staand monteren zoals ik hier heb gedaan op het wandje. Je kunt ze natuurlijk ook gewoon zo horizontaal ergens op een vloertje monteren. Daar is de medium heel handig voor. Die heeft namelijk deze mooie metalen spijltjes. Dus daar kun je eventueel ook nog gewoon een willekeurig object met een spanbandje of een touwtje even op vastschorren. Ja, kan wel eens makkelijk zijn, want natuurlijk niet alles wat je bezit misschien is onderdeel van het Milwaukee Packout systeem. Er zitten overal van die mooie ijzeren gaten, die lopen ook helemaal door. Dus die kun je niks aan slopen met een schroefje. Je kunt hem gewoon vastbouten zoals je wil. Wel één dingetje. Let erop dat er een verschil is tussen als je hem monteert gewoon in een werkplaats of bijvoorbeeld in een bus. Stel dat je hem aan een bandje van een bus monteert. Let er dan even op dat je hem op de juiste manier monteert. Dit heeft een bepaalde richting. Als je hier iets inschuift, dan blijft het ook mooi hangen. Op zich voor een werkplaats maakt het natuurlijk niet uit. Maar stel dat je hem zo zou doen. Dan kan die er theoretisch gezien als je ergens tegenaan rijdt of weet ik het wat er gebeurt. Misschien eruit schieten. Dan heb je allerlei rondvliegende spullen in je bus. Dat wil je niet. Dus dan heb je iets minder vrijheid qua montagemogelijkheden. Qua gewicht zitten er ook nog een paar haken en ogen aan. Als je hem natuurlijk in een rijdend voertuig monteert, mag je er wat minder gewicht aan hangen. Dat is ook een verschil natuurlijk tussen of je hem zo monteert of zo. Als je hem op de grond zet, kun je er vanzelfsprekend wat zwaarders op zetten. Staat hier ook op het dingetje vermeld. Dus in dit geval bijvoorbeeld, als je hem horizontaal monteert, mag je tot bijna 23 kilo monteren. En ga je hem verticaal monteren tot 11,4. Dus hou er even rekening mee dat je er niet je motorfiets aan ophangt, want daar is het niet voor bedoeld. Dus dat is dat. Alright, leuk, allemaal fijn. Wat kun je er nu mee? Nou ja, goed. Ik heb hier dus even proberen een kleine dwarsdoorsnede te geven om je misschien wat op ideeën te brengen. En stel dat je net begint met Packout of je wil upgraden naar een echt mooi opbergsysteem. Nou ja, dan kom je op onze website een hele hoop Packout producten tegen. Beetje orde in de chaos. Ik heb de meest voorkomende en de meest populaire even op een rijtje gezet. Dan heb je een beetje een idee van wat er te koop is en of dat misschien
potentieel wel handig is voor jouw situatie. Ik heb het even verticaal gemaakt, zoals ik net zei. Je kunt ze dus ook horizontaal bevestigen. Kan ook hartstikke makkelijk zijn. Begin even met de pack-out koffers. Nou ja, die heb je in een hele hoop verschillende formaten. Ik heb hier even een organizertje gepakt. Maar je kunt hier natuurlijk ook gewoon de normale pack-out gereedschapskoffers die je kent van je setjes gereedschap, je accu gereedschappen, kun je erop zetten. Ook wel grappig is natuurlijk dat zowel de onderkant als de bovenkant is pack-out geschikt met deze uitsparingen. Dus je zou in theorie zou je er ook nog gewoon een extra koffertje op kunnen monteren. Je moet natuurlijk wel een beetje opletten dat je niet gaat overdrijven qua gewicht. Maar goed, dat staat erop, dus dat kun je in de gaten houden. Ik weet ook niet of het altijd handig is, maar in theorie kun je hem dus ook nog een eentje die kant op laten komen. Er zijn natuurlijk ook kleinere pack-out producten die misschien één of twee van deze posities innemen. Dus dat is hartstikke handig. Maar ja, ik heb al hele wanden gezien van mensen die hier al hun bevestigingsmaterialen et cetera netjes georganiseerd hebben hangen. Pak je even een doosje mee met, weet ik veel, whatever je dan nodig hebt, je ringetjes of je boutjes. Daarnaast natuurlijk je gereedschap zelf. Ik denk dat dit een van de meest populaire pack-out mounting plate producten is die we hebben. Spreekt voor zich eigenlijk. In dit geval heb ik er een slagschroefdraaier en een schroefmachientje in gehangen. Maar je kunt natuurlijk ook een slagmoersleutel of iets anders wat erop lijkt. Wat erin past aan ophangen. Dat kan zeker wel eens makkelijk zijn. Ik vind zelf, als je continu koffertjes open moet maken om dingetjes eruit te pakken, dat is onhandig. En op deze manier is het gewoon, ik heb even een slagschroefdraaitje nodig, pak je hem van je wandje, hup, aan de gang. Super easy. En je hebt het ook meteen door als je hem kwijt bent. Dat is op zich ook wel handig. Daarnaast natuurlijk alle andere bakjes. En dit is maar echt een fractie van wat er is. Kleine bakjes, grote bakjes. Draadmanden voor je wat grotere dingen om ze daarin te keilen. Magnetische bakjes. Ook wel lachen. Ik weet niet of heel veel mensen het doen, maar dan zou je in theorie gewoon, als je aan het werk bent en je hebt een paar schroefjes over, dan kun je ze gewoon naar je wand toesmijten en blijven ze hangen. 180! Dus dat is voor al je rondzwervende kleine items. We hebben hier eentje die doet wand eruit. Voor alles met een riemclipje kun je er dan ophangen. Je rolmaatjes, je bitsetjes. Je kunt er bijvoorbeeld deze mooie sloopschroevendraaier achterzetten. Mocht je die nog niet hebben, schaf die een aan. Eindelijk een schroevendraaier waar je alles mee mag doen wat je normaliter niet mee mag doen. Nice! Schaamteloze plug voor de Milwaukee sloopschroevendraaier. Nou ja, natuurlijk die accu's. Ook een van de absolute verkooptoppers. Deze bakjes. Zowel voor het 18 volt als voor het 12 volt systeem. Dus hoppatee, accu'tje erin, accu'tje eruit. Ook daar geldt natuurlijk hetzelfde als je machientjes. Je weet meteen hoeveel je er hebt. Mis je er eentje misschien of weet ik het wat. Je hoeft hem niet ergens uit een koffertje te gaan vissen. Hij klikt erin vast, dus hij blijft gewoon zitten. Dan moet ik echt de knop indrukken. Hij klikt echt erin. En stel dat je zoiets hebt van ik wil ze eigenlijk ook meteen opladen. Dan hebben we hier ook nog een gigantische 6 accu persoons oplader. Plug je in stopcontact, laat je even al je accu'tjes op aan het einde van de dag bijvoorbeeld. Super handig. We hebben rekjes voor je tangen en whatever hier natuurlijk bij past. Je schroevendraaiertjes kun je netjes wegbergen. Of misschien andere puntige items die in zo'n gaatje passen. Nou ja, we hebben opberghaken, ook dit. En dat geldt eigenlijk voor alles hier, dus lang niet alles wat er is. Maar ja, ik heb geen 43 OSB-platen om het allemaal eraan te schroeven. Allerlei formaatjes. Je kunt bijvoorbeeld een gereedschap ophangen. Ik heb foto's gezien van hele keukentrappen die hier aan opgehangen worden aan die grote haken. Noem het maar op, verlengsnoeren, dat soort werk, kabels, touwen, de hele rambam. Er is zelfs een houder, jawel, voor je keukenrol. Hoppatee, heb je die ook gewoon lekker hangen. Kun je zo flop, even een keukenrolletje afscheuren voor je vieze rette werktengels. En last but not least, mijn persoonlijke favoriet, deze mooie kist. Ta-da-da-da. En dan kun je gewoon, ik heb er even een haakse slijpertje in gegooid. Maar het is bijvoorbeeld ook super tof om al je smeermiddelen, WD-40 en weet ik het wat voor wat grotere dingen die je toch ergens kwijt moet, die kun je hier gewoon allemaal in smijten. Op die manier kun je het eigenlijk gewoon helemaal perfect, modulair, precies afstemmen op whatever gereedschap of accessoires jij gebruikt. En wat ik het vetste vind, is dat je gewoon
Ja, je hebt natuurlijk stapels met opbergsystemen en allerlei kasten en lades en weet ik het wat. Maar deze plaatjes, die mounting plates, die zorgen er eigenlijk gewoon voor dat je het kunt monteren waar je wil. Dus als je zin hebt om er een, weet ik veel, op je dashboardkastje van je bus te schroeven om je Milwaukee Packout, de thermosbeker, vast te houden. En die is er. Ja, dan kan dat gewoon. Wil je een werkplaats mee inrichten, geen enkel probleem. Wil je een complete businrichting maken, no problemo. Je kunt het precies maken en zoals je zelf wil. Kleine tip, mocht je zoiets hebben, yes, dat wil ik. Check even de website van Milwaukee. Daar hebben ze een supermooie zeg maar pack-out build tooltje gemaakt. Ik zal een linkje ook hier in de description beneden wegzetten. Ja, dan kun je gewoon eigenlijk alle pack-out producten kun je op een soort van wandje slepen. Kun je compleet je eigen ontwerp maken. Kun je ermee puzzelen, kun je ermee schuiven, kun je ermee slepen. Totdat jij de ideale combinatie gevonden hebt voor jouw pack-out wandje. En dan druk je op een knopje en dan maakt hij er een mooi overzichtje van. Ga je naar onze website en dan ram je gewoon even al die nummertjes in je winkelmandje. En dan ben je good to go. Dus dat hebben ze wel tof gedaan bij Milwaukee. Right, dat was hem weer. Hopelijk heb ik je een klein beetje inspiratie gegeven voor het pack-out systeem. Misschien is het iets voor jou. Zeker als je al op Milwaukee accu-platform zit, dan is dit wel gewoon echt... Ja, dan snap ik niet waarom je het niet hebt eigenlijk. Ik ben wel benieuwd naar jouw mening. Misschien heb je al pack-out producten. Laat mij even hier beneden in de comments even weten wat jouw echt ultieme toffe pack-out product of toepassing of handigheidje, foefje, waar word je echt super blij van. Daar ben ik wel benieuwd naar. Laat het even weten beneden hier in de comments. Ik zal sowieso de link naar al deze producten, die zal ik even hier beneden ook in de description wegzetten. Kun je naar onze website, kun je ze allemaal nog even rustig bekijken. Zijn Milwaukee producten jouw ding? Dan is de kans groot dat er hier nog wel wat meer filmpjes voorbij komen drijven de komende tijd. Abonneer je even op ons kanaaltje. Druk even op het belletje. Laat het je weten wanneer er nieuwe filmpjes online komen. Ja, dan zou ik zeggen, ram je bus op. Later!